Mocht je nou nog katerig zijn van het weekend, dan moet je gewoon even nadenken hoe Lennon Norris zich vandaag voelt. Dit is de rest, de ratio. Ja, ik denk dat ik je wel flink doorgehaald zal hebben. Dat kan niet anders. Ja, maar maar in, hoe? In, in Miami. Dat je in Miami je eerste, als je dan toch moet winnen, doet dan in Miami. Ja, stel je voor dat je hem in Bahrein wint. Ja, dat kan je niet. Ja, ik ben een wereldkampioen geworden, ja. dus je kan daar wel redelijk <laughs> op stap gaan, maar het is niet hetzelfde nee, als Miami. Want <laughs> dan heb je zo'n zo kelderclip kelderclub of zo heb je daar. Nee, ergens boven op de bovenste oh. En uh, ja, dan, dat... dan kom ik dan een kelder. Ja, geen idee. Hm. Het leek als een kelder, alles was dicht. Het was echt verschrikkelijk. Ja, maar eens. in Miami kan je wel goed feestvieren. Ja. Wat denk je? Ja, want we hadden natuurlijk met Renger uh, over feest in Miami. Toen hadden jullie het over die club met, met Magnussen. <laughs> denk je dat hij daarin is gegaan? <laughs> uh, dat, kan, dat kan. Overigens, dat was wel. De verbinding was heel slecht ja. vorige week, dus daar konden we helaas niks aan doen. Maar dat was wel lachen. Toen, toen we naar de club zijn gegaan, die, die, die Magnussen was knetterlam. lam. <laughs> Wanneer? Een paar jaar geleden toen we daarheen gingen. Ja. Ik zeg, oh ja, yeah, hij did not eat. Oké, okay, so, uh, oké, okay, we go. <laughs> Langs de McDonald's. <laughs> maar welke jaar was dit? 2002, drie, twee jaar geleden. Net voordat hij de Bahrein-racing uh, ging. Hij reed Formule 1. Of... Nee, nee, hij reed toen natuurlijk. Hij was teamgenoot van, van Renger. Oh, en toen 20, ik, uh, vlak voordat hij terugkwam? 2022? 2022? Nee, 21. 20, was dat 21. Toch? Ja. En toen uh, een maand later zat hij in die race in Bahrein, in de Formule 1 auto. Dus ik nog te denken: van holy shit, hoe snel kan dat gaan dat hij eerst uh, half dronken stond in die club. Vervolgens naar de McDonald's, zulke hamburgers bestelde en vreten was, jongen. Ja, dat is wel gruwelijk. Maar over macht is er gesproken, je hebt ook een goed weekend, hè? Zo maar je, je blaast hem even doorheen, heb je haast of zo? Nee, helemaal niet, maar. eerst is even gisteren was je weekend? Uh, relaxed. Ik was. Ja, ja. Uh... Want, hoezo? Je zien nee, nee, ik, vond je, ik vond je soms niet heel relaxed overkomen. Nou nah, ja, nee, nee. nee, nee ja. Maar goed. Het was een, een, voor mij doen een relaxed weekend. Ik ben ja. vrijdag, uh, zaterdag teruggevlogen uit Spanje. Ik was natuurlijk met de kinderen, <laughs> <laughs> kinderen <laughs> op vakantie. En uh, toen ben ik eigenlijk rechts doorgegaan naar, uh, naar, uh, naar de studio. Zo zie je dat lachen, <laughs> Omdat man. Omdat we echt serieus elke week gewoon dezelfde intro kunnen doen. Het is gewoon. Hoeveel van de landen. Nou, ik ben net terug natuurlijk. We weekend in Spanje, Italië. Jouw kinderen hebben altijd vakantie? Of... Nee, 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 helemaal niet. Want dit was echt kind... Dit is de kindervakantie. Ah, nee, vorige keer waren ze er niet bij natuurlijk. Nee, toen was ik alleen met Denise. <laughs> <laughs> maar maar wel in ieder geval, ik was ja. teruggekomen direct naar de studio. En uh, uh, een leuk weekend gehad in de studio. Ben je vanaf uh, vliegveld meteen doorgegaan dan? Ja, even de auto opgehaald. Ja, ja. Oké, okay. ja, het was leuk natuurlijk. Um, dus een relaxed weekend ben je mee stappen, geen rare dingen gedaan. Wat goed. Gewoon, Gewoon hard ik gewerkt. En jij dan? Uh, ik, ik was zaterdag nog wel, ik heb vrijdag uh, Nonna, opening van het nieuwe uh, oh. restaurant van Tijn natuurlijk, onze vriend in uh, Amsterdam. Ik hoor en dat ze... het eten heel goed is. Ja. je uh, dan? Jawel, oh. ja. en de sfeer ook. Okay. Nonna, Amsterdam. Maar, uh, en, en uh, ik ben naar Girona gevlogen. Heb je een gratis eentje gekregen, dat je drie keer moet zeggen? Ja. <laughs> ja. Dan krijg ik nu ook gratis eentje Vijf dan. keer, dus ik moet het nog ja. twee keer doen. Nonna, okay. nonna. Jij ja. uh, <laughs> ja, ja, eet sowieso altijd gratis. Maar toen uh, ben ik naar Girona gevlogen. En toen heb ik gisteren uh, een uh, gesprek uh, met uh, Daily Blind voor een uh, podcast, andere podcastserie gedaan. Superleuk, want die heeft Champions League gehad. Ja, vet man. Met Girona. 15.000 man op stadion, in het stadion. Nou nah. Dat is echt uh, te gek. Ze stonden achter tegen Barcelona en wonnen met 4-2. 4-2 uiteindelijk. Ah, dat is vet ja. bot, ah, maar die hele stad die is dus gewend aan jarenlang 16e, 17e, 2e divisie en nu opeens gewoon Champions League. Maar ik hoorde dat, uh, was, ah, hoorde, ik zag het achteraf, maar er was natuurlijk doden denk ik. dus wel al twee minuten stilte. En in die twee minuten zijn er twee goals gescoord, toch? Nou, dit is dus echt grappig dat je het zegt, want ik was met Kees en Martine, mijn, uh, mijn goede vrienden. En uh, Kees van Zeg... En zij doen de dodenherdenking. Dus ja. om acht uur zijn zij stil. en ja. wordt twee keer gescoord. Ja. Dus zij zitten als twee apaten in dat stadion. En jij dan? Dat, nee, ik zat in het vliegtuig op oh. een andere vlucht. Maar je was al stil. Ja, ik uh, okay. stond stil op Schiphol. Ik mocht okay. niet vertrekken. Vond ik gewoon heel goed van Transavia. Ja. Maar goed, dus zij zitten als twee apaten voor zich uit te kijken. Dat het hele stadion schrijft. <laughs> gewoon echt explodeert. En dan schrijft die story. Maar wel een gouden, Dus dat is goed. Ja. Genoeg smal laten, laten we doorgaan naar het, uh, het nieuws. Uh, we gaan natuurlijk straks terugblikken op het, uh, op het racen, maar eerst het, het laatste nieuws. Honda heeft plannen aangekondigd om Tsunoda te blijven ondersteunen na 2026. Tsunoda wordt erkend als een opkomend talent vanwege zijn huidige prestaties. Honda, die motoren gaat leveren aan Aston Martin, lijkt hiermee te zeggen dat hij daar wel eens naartoe kan gaan. Honda, dat motoren. Redactie? Tjewa, maar, man. Nee. Ja, terecht. Ik, ik vind hoe hij het de af, het afgelopen jaar al gedaan heeft, hoe hij het dit jaar doet... Hadden we niet verwacht? Um, in de jongere klas had ik wel tweets van dat is echt een talent die heel snel auto kan rijden. Alleen je hebt natuurlijk met veel meer aspecten te maken in de Formule 1 en uh, media, uh, een grote team, veel meer engineers, de rust die je zelfbeheersing. hebt. Zelfbeheersing. Zelfbeheersing. en ik denk dat hij daar heel hard aan gewerkt heeft. Hij heeft natuurlijk op een gegeven moment ook gezegd: ik ga naar Italië, ik wil vlakbij het team gaan wonen. Hij heeft die coach natuurlijk ook gehad, hè? Die coach heeft hij gehad. Ja, ja ik vind dat hij daarin uh, ...een mega stap heeft gezet. Want ja. uh, in China hebben we het natuurlijk al, al gehad... ...op de boordradio uh, I'm Out. Nou, normaal gesproken vorig jaar de jaren vorige... ...ging hij natuurlijk helemaal los per radio. Dus je ziet gewoon dat die jongen stappen maakt. En hij doet het gewoon fantastisch goed. Want ik bedoel, uh, in de hoofdrace heeft hij zes punten gehaald... ...en in de sprintrace heeft hij een punten gehaald. En hij staat nu volgens mij op veertien punten in het klassement. Ja, ik vind het uh, geweldig om te zien. Maar waar komt... Ja, natuurlijk, Honda gaat natuurlijk de, de motoren dan leveren aan, uh, aan Aston Martin. Hij is natuurlijk een honda protege. En mm -hmm. uh, daarom hebben ze hem uh, bij Red Bull erin gezet. Maar wie gaat nog meer de uh, motoren leveren? <coughs> en bij wie gaat Honda nog meer? Voorlopig is het alleen Aston Martin. Dus dan zal die automatisch daarheen gaan. Maar ik zag uh, een, een, een filmpje van Eddie Jordan. Een podcast. Die had een podcast met Dave Coulthard. En die zei... Ik heb informatie gekregen dat in 2026 Aston Martin een volledig Spaanse line-up heeft. Okay. Alwetende Science en Alonso. Dus dan zal Lawrence Stroll zijn zoon sowieso moeten slachtofferen. Ja. Dat is bijna onvermijdelijk, denk ik. Maar ah, kijk, heel, heel eerlijk gezegd. Het is leuk, leuk en aardig dat dat gezegd wordt. Maar dat is natuurlijk allemaal een beetje speculeren. Alleen als een Honda daarheen gaat en die krijgt uh, daar dus een beetje een zeggenschap. En maar een Eddie die, levert Jordan, de, die levert de motoren. Dan is het heel simpel dat ze zeggen: oké, okay, luister, we leveren de motoren. We kunnen je een, een, een budget meegeven. Maar. Voor die motoren en het budget willen we ook graag een Japanse rijder hebben. Wie heeft dan het laatste? Wie mag daar het laatste beslissing maken? Laurence Stroll. Ja? Tuurlijk. Maar... Kijk, jij zegt gewoon. Uh, waarschijnlijk uh, in 26 zegt hij: uh, Lance, succes. Pak maar een boot van mij. Ja. Veel plezier met je leven en uh, ga vooral genieten en feest vieren. We zetten die kleine uh, Yuki erin. Ja. Dus misschien moet Aaron Jordan naar onze podcast gaan luisteren. Ja, ik denk dat hij er weinig <laughs> van begrijpt. Maar als hij, hij is natuurlijk wel, er zit een hele stijgende lijn in, in, in Yuki. Kan je van zijn teamgenoot niet zeggen. Nou ja, hoezo niet? Wat? Ik bedoel die kwalificatie die hij deed voor de sprintrace. Ja, ja. de vierde. En, uh... en hij wordt vervolgens vierde. Mm -hmm. Maar hoe kan je nou in Godesnaam vierde worden tijdens een sprintrace? En in hoofdstreeks laatste. Nou ja, en, nou, eerst eerder nog de kwalificatie. Gewoon zo, zo verpesten. Um, om, omdat het een, een, een fine line is. Het is. Ik denk dat dat ene rondje, waar hij op de vierde plek zat, dat dat een van zijn beste rondjes ooit is geweest in de kwalificatie. En soms heeft hij dat. Soms is er vanuit het niks, paf, staat hij er een mm -hmm. rondje. En waar dat vandaan komt, weet dan bijna helemaal niemand. En de race heeft die het heel goed een gedaan. soort hyperfocus hè. of zo. Ja, ik weet niet. Het, het, dat je het in één keer weer te pakken hebt. Alleen het kan niet zo zijn dat je dan vervolgens zo rond je kwalificatie kan, kan rijden. Dan een, een, een goede sprintrace rijdt. Waar die vierde wordt. Waar die dan uh, best wel veel punten pakt. En dan vervolgens een, een paar uur later die kwalificatie gewoon. Ja, het in één keer weer, niet meer hebt. En, en zijn teamgenoot zaten in, keer in de top 10. En hij staat 19 of 18e, stond hij? 18 ja. Dat, 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 was, dat was gewoon uh, van, van hero naar zero en van zero naar hero andersom. Nou, ook niet echt van zero naar hero toch? Race hoeveel? 14? Ja, ja maar nee, ja, maar goed, van, van, van een sprintrace vierde naar hero is een kwalificatie naar zero. Ja, en toen zei je van een... zero naar hero. Ja. En vervolgens ja, weer van, van 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 zero naar zero. <laughs> Hoezo? Ja, toch de de, de kwalificatie en de hoofdrace. De hoofdrace. Ja, de hoofdrace. Je hebt to totaal niet gezien. Nee, dan beter een zero. Ja, dus eigenlijk van zero naar zero. <laughs> Dat zeg ik net al. Slapen. Nee, je zegt van hero naar hero. Nee, ik, naar... ik, ik verbeterde hem. Ik zei al van zero nee, naar zero. Nee, gewoon. Ja, van zero naar hero naar zero. Ja. Jezus. Um, <laughs> goed. Dat. Uh, 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 en ik vond ook. Ja. Dan haal je dus één keer een vierde plek. Wat ongelooflijk knap is. En dan meteen weer dat. Kiek, 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 kiek. Ja. ja. Ik vind het een beetje tenen comment. Ja, het is ook wel weer mooi, toch? Ja, vind je het mooi? Ja, maar ik, ik dacht wel dat die. Eh, bro. In China heeft hij prima race gereden, prima kwalificatie voor zijn teamgenoot. Yuki had waarschijnlijk daar een off-weekend, die kwam maar gewoon weet totaal niet nee. uitgetikt door Magnus natuurlijk. Ja, ook, maar die kwalificatie kwam die, was ook ook bezig. niet super. En dan, dan denk je van oké, okay, hij krijgt wat meer zelfvertrouwen. Die auto, het gevoel is denk ik goed. Nou, dat, dan pakt hij ineens zo'n vierde plek in zo'n kwalificatie en in de race, sprintrace. En dan denk je van nu, nu, nu komt hij, nu is Ricciardo harder terug. Ja. En dan valt hij eigenlijk weer weg. Dus het is gewoon heel wisselvallig. Het is ook dat al... zeg ik net. Ik zeg geen constante lijn omhoog. Nee, maar het is, wel, en het is dat, dat Zo'n ene race maakt het niet in één keer zomaar dat hij terug is. Nee. Dus dat zie je maar. En Yuki he, heeft het tot nu toe het hele jaar beter gedaan. En ook die hoofdrace was hij gewoon bij far sneller. Hij was gewoon op één op ronde was hij die al die voor vijf, zes tiende sneller. En ik zat een beetje de tijden kijken in die race. Constant viertiende, drietiende, vijftiende. sneller. was echt groot. Tsunoda sneller, bedoel je? Ja. Toch is Tsunoda in potentie een, een, een absolute topcoureur. Echt een wereldtopper. Mm, geen wereldtopper, maar wel een goede coureur. Maar als je als Aston Martin dus verder wil gaan, en dat wil uh, uh, Lauren Stroll natuurlijk, die ontwikkelingen zijn er al, moet je dan wel voor een Tsunoda kiezen. Kijk, ja, dat maar je als je voor... zolang, zolang je Alonso hebt, Ik bedoel je Tsunoda daarnaast is fantastisch. Ik denk dat hij beter is dan school. Ja, tuurlijk. dus dan zal ja. die Alonso ook gaan, kunnen gaan uitdagen. Dan je zal het ook, ook beter worden. Ja. Ik denk dat wel dat jij trolde ja. uit. Ja, ja denk ik denk wel. Goed, we gaan even door naar Zach Brown. Die laat weten tijdens de persconferentie meerdere CV's van Red Bull teamleden te hebben ontvangen. Maar gaat, gooit volgens Verstappen alleen maar olie op het vuur. Volgens The Time wil ook Wheatley ook het team van Red Bull verlaten omdat hij de rol als teambaas zou willen. En omdat Horner voorlopig nog niet weg lijkt te gaan. Zit er ergens anders te kijken. Denk je echt dat dat zo is? CV's? Dat mensen dat opsturen? Nou, ik denk dat, dat er wel hier en daar wat belletjes gepleegd worden. Uh, maar ja, goed, uh, Zach Brown is Amerikaan. En je weet hoe Amerikanen werken, die, 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 uh, ja, die strooien. En die, die gooien wat dingen naar buiten. <laughs> en dan komen er natuurlijk weer opeens, wat gossips. Ik moet opeens denken dat wij in 2016. Ik weet niet, of volgens mij heb ik het wel verteld maar voor het nieuwles, Toen was jij. Uh, waren, uh, je had een heel goed seizoen met G drive gedraaid toen, uh, Europees kampioen in LMS. En, uh, en wij zaten toen samen een beetje te kijken naar nou, wat wordt de volgende stap. En toen ja. um, kreeg ik een mailtje van uh, Zack voor United Sports. of jij daar wilde rijden en toen hebben we gebeld en het was zo'n leuk gesprek en hartstikke goed het was allemaal in kan en kruiken <laughs> en toen dacht nou zet het even op de mail het voorstel en oh ja trouwens wat, 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 wat en de financiën dan ja vier ton ik dacht nou lekker joh kan uh, Guido vier ton komen brengen ik krijg misschien nog zelf wat commissie dan <laughs> een ah, leuke zomer tegemoet. en toen bleek dat je vier ton ja. <laughs> moest inleggen ja, ja. Dat de laatste keer dat ik Zack Brown heb gesproken ja. in mijn leven nee hey, maar het is ik ik vind Zack Brown uh, goede kerel, maar hij houdt wel om een beetje overal uh, olie, wat is het? Het olie op het vuur te ja, gooien. Ja. En, en, en ook een opportunist, denk en, ik. En, en, zwaar optimist, Maar ik moet je wel eerlijk zeggen dat ik het onwijs knap vind wat hij met McLaren tot nu toe gedaan ja. heeft. Want hij is ingestapt, daar was McLaren niet heel goed. Vorig jaar waren ze eigenlijk begin van het seizoen nergens. Update gebracht. Lang al aan het kwakkelen. Ja, Geen update constant. gebracht. Een paar podiums, opwaartse lijn. Dit jaar. Uh, goed begonnen, Constant in de punten, we brengen weer een update, bam, winterrace. En je moet niet vergeten, ze hebben een Formule E-team ja. en ze hebben een IndyCar-team. Ja, de afgelopen gewonnen. twee maanden hebben ze allemaal races gewonnen. Dit weekend? Of de zeg maar afgelopen twee weken, zelfs toch? Ja, afgelopen twee maanden is het volgens mij. Want Formule E is al wat langer geleden. Maar, maar, dan nog, het is wel Dat echt. De toch uh, superknap. Uh, uh, Monaco, uh, cars, onze redactie, oh, ja. die zit hier achter. Nee. nee. Jaguar won. Het maakt niet uit, maar ik, de laatste twee maanden. Ja, ja. Um, Wordt ook veel gezegd bij McLaren dat dat echt wel het werk van Andrea Stella is dan. Zeker. En dat is een hele belangrijke persoon binnen het team. Heb je daar wel eens mee gewerkt? Nee, maar je hoort daar hele goede verhalen over. Het is natuurlijk een lange engineer geweest van Fernando Alonso, lang ja. bij Ferrari gezeten. Op een gegeven moment heeft hij die overstap gemaakt naar McLaren. Hij staat nu de, 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 de teambaas, zeg maar. Ja, en hij doet dat gewoon heel erg goed. Hij is super gek op de rijders. Er is stabiliteit binnen het team. Um, er is veel vertrouwen binnen het team. De mensen die in Woking werken uh, zijn goede gasten. Ze hebben natuurlijk een, een, een high-tech fabriek. Ik heb, ik heb daar best wel een tijdje rondgelopen op. Dat is echt niet normaal. Hoe gaaf dat? En maar ik heb daar een ziet. tijdje rondgelopen. Nou, ik was vroeger een McLaren-coureur. En dat, dat, dat fabriek wat ze daar gebouwd hebben, dat is toen al. Ja, dat is. Dat is, dat is Want dit is twintig jaar geleden of zo. Ja, 15 jaar geleden. Maar het is een waanzinnige grote fabriek. Met alles erop en eraan. En ja, weet je, ze hebben het gewoon heel goed voor elkaar. Ze hebben toch goede mensen uh, uh, daar neer kunnen zetten. En een, een goed team opgebouwd. En dat hebben ze met z'n allen gewoon fantastisch mooi gedaan. En je moet niet vergeten dat zij twee topcureurs hebben. Hè? Want je moet uh, met, met alle respect. Ik denk dat de enige op de grid op dit moment. die in de buurt zou komen van Max Stappen. is Lennon Norris. Ja, dat zeg je ook alleen maar omdat hij hem afgelopen weekend wint. Nee, omdat toch ook? Nee, maar als je puur vraagt over uh, uh, één ronde snelheid, race snelheid, bandenmanagement, hoe die met de banden omgaat, hoe die rijdt, wat voor lijnen die rijdt, die gozer is echt, echt, echt heel goed. Maar mag ik nou even, uh, hè? dan wil ik je niet voor de bus gooien, maar jij zegt drie, twee weken geleden nog, nou, Lennon Norris heeft geen killer instinct. Nee, maar dat, dat, dat heeft hij niet, omdat hij dat een klein <laughs> beetje mist. Maar als ja, maar je... dat, wat zeg je nou, joh? Nee, maar omdat dan je... komt hij toch ook nooit nee. bij de buurt bij Max? Nee, maar omdat je ook... Ja, maar je moet niet vergeten dat... Kijk, als je zo'n zo race wint, is dat voor hem een, een mega boost. Nu, voor nee. Lando Norris. Maar hij heeft heel lang moeten wachten voor die overwinning. Dus je moet dan ook vervolgens dat vertrouwen zien te krijgen. En dat je dat ook... Dat dat volledig killer instinct gaat krijgen. Ja, maar waar maar doe jij nu niet jongens als Sainz als en Leclerc tekort? Nee, want als je puur en snelheid, lijnen, hoe die rijdt, hoe hij met de banden omgaat, hoe de, hoe de, wat de management is strategisch. Ja, ik denk dat hij dat echt in de buurt komt bij, bij Max Stappen. Kan hij die, kan die het dit seizoen misschien nog wel spannend maken? Ja, voor de wereldtitel niet. Ik denk dat Red Bull op dit moment de, be, de beter is, maar ook gewoon vervolgens Max Stappen de, de, de beter is. En hij heeft ervaring om kampioen te worden. Ja. Maar kijk, Lando Norris zal niet uh, een gooi kunnen doen naar de wereldtitel. Dit jaar. Nog niet. Of überhaupt niet? Die beker, die gaat nog niet. Ik kreeg een appje terug van zijn vader. Uh, want ik had hem gefeliciteerd. Oh, super aardig kerel. Hoe okay, ken jij die dan? En uh, Van het uh, Vorig jaar een paar keer ontmoet. En, uh, mm. Ja, onwijs leuk vent. Hoe kwam er zo'n nummer? Een vraag. Um, nou, ik zat bij hem in het vliegtuig. Dus we zaten een half uurtje bij de bar. Uh, even te lullen over, over de race in Austin vorig jaar. Yeah. En hij heeft natuurlijk een business met, um, met stepjes. Dus wij zaten een beetje te, te pingpongen over... Pingpangen? Uh, ja, over... De, 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 de pingpongen. Pingpongen over wat voor uh, security die heeft. Dus ik heb, wij hebben natuurlijk een bedrijf in Alcater heet dat. En dat zit in de track and tracing. Dus uh, vandaar dat ik met hem in contact ben. En af en toe we zitten appen en te kijken of we daar een leuke deal uit kunnen halen. Ah. Dus daardoor heb ik zijn nummer gekregen, want hij hoorde mijn verhaal aan over het bedrijf wat we hebben. En vervolgens, uh, ja. Nu krijg je ook een gratis tekst. Ja, dus, ja, 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 ja. Maar, maar ja, dus het, er is wel een interesse. Maar ik, ik vond het natuurlijk wel geweldig dat Nor Norris gisteren won. En toen had ik een sms gestuurd. En toen zei hij mooi erachter van... Next year uh, we fight for the championship. Dat zei zijn vader? Ja. Oké, okay. optimisme in huis Norris. Ja, maar ik leuk. Leuk dat hij dat zegt, toch? Ja, je moet het ook zeggen, denk ik, toch? Ja, waarom niet? Nee, zeker. We gaan even terugblikken ook op de, op de race. Um, miami Vond ik... Wat vond je van? Het hele weekend, zo? Wat vind je nou... Laten we even beginnen met die sprintrace. Ik was wel blij wat Fernando Alonso zei. Ja, dat hij het niks vindt. Ja. Ja, ik vind het ook niet heel veel. Maar, maar niemand voor de, vindt het wat. Voor, Waar, maar voor waarom, de spektakel het was het wel leuk. Ja, alleen even die start misschien. Ja, maar ja, er gebeurde wel wat. We ja. ik, Normaal gesproken, in een sprintrace gebeurt er maar niks. Nee. Je, niemand wil elkaar aanraken. Niemand wil rare, gekke dingen doen. Want je hebt een paar uur later heb je de kwalificatie. Ja, maar waarom... Als, ik snap niet. Als wij dat hier vinden... En, en Fernando Alonso zegt voor de kraan: waarom gaat dit nog door? Waarom ja. wordt hier niet gewoon door een paar mensen gekeken naar, naar om dit format te optimaliseren? Ja, dat moet zeker gebeuren. En uh, misschien moet jij je Dominicanen gaan bellen. Heb je zijn nummer? Zeker. Ja, nou, ik vind nog steeds een. We, we hebben vorige keer een soort van plannetje gemaakt. Ja. En jij misschien kunnen we ook wel de, de kijkers vragen of er zijn een paar plannetjes op kunnen schrijven. Ja, is goed. Vind ik ook een leuke. Ja, ja, zeker. Beste ja. plan die wint dan uh, dat shirt van Norris? Ja, ik hoor de stagiair in paniek raken. Dat is zijn favoriete shirtje. Ja, dan maakt Ja, dat kopen toch zo'n ding erbij. dat maakt het niet uit. Nou, nee. We, kunnen, we hebben de, de pet van uh, Renger nog. Ja. Want niemand had het goed, hè? Echt niet? Nee. Oh. Niemand had goed vers, voorspeld deze top drie. Oh, dan blijft hij uh, lekker hangen. Nee, voor de volgende keer. Oh, ja. Um, maar ik vind het wel een hele goede Het beste plannetje is bij deze shirt van Norris. <laughs> hij is wel misschien... <laughs> hij is wel een beetje bezweet geweest, maar... Of die pet. Ja. Uh, iets van Norris. Om, ja. het, uh, om het te vieren. Um, goed, de, dan. Nou ja, wil je nog lang over de sprintrace hebben? Ik vond. Nee, nee toch? Nee. Dan uh, gaan we gewoon lekker door naar, uh, naar de race. Uh, dat had bijna heel anders gelopen. We hadden bijna een Barcelona 2016 gehad. Zo. Ik maar, zat tristen te analyseren. Na, na, de, na de race. Met wat beelden. Maar dat was echt. Als, als Peres een halve meter later had gerend. Ja. Dan had hij haalbaar ze voor elkaar geklapt. Uh, ja, want uh, Max zei dat hij zelfs nog wat krasjes op zijn diffuser had. Dus hij heeft hem. Ah, nee, maar hij heeft hem niet geraakt. Dat kan niet. Maar hoe krijg je een krasjes op je diffuser? Uh, misschien dat paaltje? Nee. Uh, nee. Nee, die kwam van voren. Ja, weet je, maar de paaltje, de, 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 heb je gezien die klap, hoe die er overheen ging? Ja, oké. Dat is 100% van het paaltje. Maar als je hem geraakt had, dan was Max. Ook al had je een klein beetje gaan, want Max zit in de bocht, dus hij stuurt nog. En dan vervolgens is je achter geraakt. Dan ga je om. Mm -hmm. Dus hij, heeft, er is, hij kan niet geraakt zijn. Dat kan niet. Maar het was echt, het was zo close, jongen. Ja, natuurlijk ook vloerschade. Ja, maar dat, dat komt dus van dat van van het baal, paaltje. Ja, van dat paaltje. Ja. <laughs> maar um, ik, ik vond het ook mooi dat Max op het einde van de wedstrijd... Of aan het einde zei uh, bij uh, Via Play... Nou, Tjeko uh, kwam naar me toe en zei, ja, ik had helemaal geen grip daar. Maar hij, hij remt ook 50 meter te laat. Ja, hij remt veel te laat. Hij, ja. dacht, hij dacht, ik doe gewoon een Lewis Hamilton, Ja. Maar dat, is, uh, dat, 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 dat ging bijna fout. En hij, hij knalt ook nog bijna uh, Leclerc eraf bij het terugkomen. Of Sainz. Uh, ik weet het, of niet, weet het Sainz was dat. Ja, Sainz. Sainz. Dus bij terugkomen dat hij terug naar rechts ging, daar zat hij ook weer heel dicht in de diffuse bij Sainz, ja. ja. Maar eigenlijk heeft hij, Sainz had gewoon een prima start. En je ziet in één keer zo'n zo, zo Red Bull Race ja. komen. Dus je moet twee keer moest aan de kant. Nou, vervolgens nog een keer aan de kant. En toen ging, uh, ging Leclerc er weer voorbij. En vervolgens Piastri, die dacht van, nou, ik heb zo'n goede exit. Die kom ik ook mee. Dat is wel echt een waanzinnige. Uh, ja. 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 Toch wel had hij hem kunnen winnen, denk je? Nee. Een andere strategie? Ja, als hij, ja. Uh, ik stond op een gegeven moment, stond, ik, ik zei, jongens, ik moet wachten, wachten, wachten. Er komt zo meteen. Er, er gaat iets gebeuren. Er gaat de full jello komen. wat ik van wat. Toen zag iedereen naar binnen toe gaan. En een ronde laat kwam Focus jello. Dus als Piastri nog een ronde gewacht had, dan, dan had hij op kop gelegen. Ja, het op zijn bord uh, radio moet zitten. Ja. Ja. Maar, maar uh, het is wel zuur voor die jongen dat hij uh, ja, nu met, uh, met lege handen stond. Ja, nou, ja, ja, maar zijn tijd komt nog wel. Zijn tijd komt wel. Het is gewoon op zich echt een hele goede rijder. Maar je ziet nu dat Lando Norris toch wel nog steeds upperhand is. En uh, het beter voor elkaar heeft. Ja, heeft en vooral in de race heeft, heeft hij echt een, een probleem. En maar Piastri heeft, heeft wel een killer instinct. Alleen hij is soms te eager in de race. Ja, hij maar dat is ook gewoon jong nog. Weet ik maar. Geen ervaring. Dat is het enige wat, wat, wat beter moet voor hem, is de race en de bandenmanagement. En als hij dat voor elkaar krijgt, dat hij hetzelfde kan doen als Lennon Norris, ja, dan, dan uh, wordt het een groot jongen. Had Max nou gezegd, uh, na een interview, ik heb het niet gezien, maar uh, dat iemand zei van ah, als je langer erbij was gebleven, had je hem gewonnen. En dan had hij gezegd van nou, als mijn oom uh, ballen had gehad, dan was mijn met tante geweest. Ja heeft hij gezegd. Maar uh, kijk, hij had natuurlijk wel een beetje een nadeel dat hij opgepakt werd met de safety car. En dat ja. Lennon Norris daarvoor zat. Ja. Um, dus ja, dat, 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 dat was een beetje minder. Maar aan de andere kant bracht dat wel weer een mooi spektakel, toch? Nee, zeker. Ik wil, ik wil zo nog even wat uh, verder in op uh, Lennon Norris ook. En, en überhaupt zijn hele overwinning. Maar nog even over de race. Uh, Sergeant, klaar? Nou, die zat het seizoen wel afmaken. Je kon er niks aan doen. Nou, ik hoorde uh, Melroy zeggen dat het uh, fout van Sergeant nee, was. Die nee, stuurde ja, naar binnen, zei hij. Nee, 100 tegen Magnussen. Kijk, 100%. Maar ik, dat, ik, dat moeten zeggen, dat niet om nu te zeggen. Maar dat, ik ben dan met jou eens. Ik dacht dat Magnussen daar. Magnoose zat helemaal fout. Ja, 100%. Fout. Die had het hele weekend is wel fout. Ja, die fout. had echt een topweekend gehad. Die had beter in de club kunnen blijven zitten. <laughs> God, man, wat een slecht weekend heeft die gozer. Ja, maar oké, okay, dus dus. Maar ik had ook James Vialls. Die trouwens, die vind ik uh, qua qua praten echt heel goed hoe ja. die dingen uitlegt. Vind ik echt heel wel sterk. langdradig man. Nee ja, ja politiek correct, maar ik vind het wel goed wat hij allemaal zegt. Hmm. Maar hij heeft wel heel, heel veel woorden nodig om te zeggen nee sergeant, die zit volgend jaar niet meer bij ons in de ja, auto. Daarom veel langdradig toch? Ja oké okay. ja ja misschien wel. Goed, als hij hier de podcast zit dan een uur van de podcast uh, voorop praten. Ja dan deel drie kunnen maken. Ja. ja nee dat is waar dat is waar. Ja, heel langdradig gozer. Maar geen um... kill instinct. <laughs> Nee, alleen toch voor Sargent, weet je, als zo'n thuisrace. is toch sneu, vind ik. Ja, heel sneu. Maar ja, kijk, die, die, die Magnussen, die deed gewoon heel iets raars. En ik snap dat hij hem wel kruisen en vervolgens buitenom voor, voor bocht 2 meeging. Alleen bocht 3 is naar de binnenkant. En uh, kijk, als je dan komt, dan moet je met je neus moet je, je kunnen laten zien. Ja. En als je hem zeg maar rechts in zijn ooghoek had kunnen zien, dan was hij van het al gaan, Maar hij zat te ver achter. Ja. Vervolgens zat hij op de curve, van die Magnussen. Hij was veel te ver, veel te agressief. Dat kon gewoon niet. Nee, en dan maar krijg je een crash. Dan heb je uh, ook wel van de sprintrace, wat is het? 35 seconden uh, penalty? Ja, dan nu nog een keer 10. Dus 45 seconden. Ja. Dat is best een tijdje. Ja. Maar hij zegt ook. Zolang deed hij ook om twee hamburgers achter elkaar op te eten. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is wel nog sneller dan de pitstop van Sauber. Maar je hebt wel, <laughs> je hebt wel de, de punten natuurlijk op je licentie. Ja. Heeft hij nu 10 strafpunten? Als het 12 zijn, dan krijg je een schorsing, toch? Ja. Was dat bij jou ook al zo? Ja, zeker. Heb jij strafpunt gehad? Uh, kan ik het niet meer herinneren. Geen idee, man. Nee, ik weet je ja, toch wel? Ja, even nee, misschien één of twee of zo, maar niet zoveel. Maar hoe krijg je dat eigenlijk snel? Ja, nou ja, je ziet nu hoeveel punten die al heeft. Magden ze... Nee, natuurlijk, ja, maar, maar hoe, hoe snel krijg je dat? Nou ja, Alonso die heeft ook al best wel wat strafpunten gekregen dit seizoen. Dus de FIA de, de is veel strenger geworden op enige manier. Maar je Dan in toen, jouw de, tijd. Ja, maar je hebt ook gelijk in, in mijn tijd, volgens mij was dat 2012 of zo, of 11, 2012. Maar toen was je nog GP2. Uh, ja, maar toen, reed, uh, Grosjean had natuurlijk die hele zware crash in... Um, in Spa van Grosjean, kun je nog herinneren? Met de start. En die omhoog vloog en weet ik voor 5-6 man meenam. Dat is toch je Alonso? Op... Ja, dat was al. Maar Grosjean was haar nou de oh, ja, ja. Die heeft volgens. Ook dat was heel 2011, dat was 2015. Nee, volgens mij in 2000. Dat Alonso zo uh, vloog bij Spa. Ja, helemaal van... 2015. Ja, nee. Ik dacht dat het voor mijn tijd was. Nee, nee. 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 Maar in ieder geval. Um, uh, toen heeft hij ook best wel heel veel strafpunten gekregen. In 2012. Dankjewel. hier. Ah, lekker jong, heerlijk. Ik zei het toch? Maar in ieder geval, toen heeft hij ook heel veel strafpunten gekregen. Ja. Uh, en toen mocht hij die race erop, uh, zat, hij, zat hij ernaast. Toen moest Dan in, instappen. Ja. Maar, is... Dus je, als je 12 punten hebt, dan, dan word je ernaast gezet. Ja, dat weet ik. Dus hij heeft nu nog maar 2 uh, punten, ja. punten voor een heel seizoen. Ja. Dus dan is het best een ja, mij... kans dat we Pietro. Wat is dat Pietro die dan? Nee, Berman komt natuurlijk. Oh, Berman, ja, natuurlijk. Maar ja. Uh, volgens mij zijn eerste punten die weg zullen vallen. is volgend jaar, eind maart of zo. Klopt ja. ja het duurt volgens mij nog negen maanden voordat hij. Uh... <laughs> ja. ja, dat is wat. Maar ja, zit hij volgend jaar nog in. Uh... Als hij zo doorgaat niet? Nee. <laughs> Berman trouwens, een Ferrari, uh, wat zonde. Ik dacht misschien uh, eindelijk, uh, want Fittipald is toch ook reservecoureur bij ja. Haas? ja, maar de Berman wordt er natuurlijk ingezet. Nee, zeker. Ja, wel jammer. Leuk, me leuk om zo'n die op de grid. Die ken jij toch ook nog? Ja. Wat was er ook weer met Zandvoort? Er was iets mee. We stonden toen in de file of zo? Wat was dat nou? We reden met Hopi Toen, reden we naar het circuit toe, wist je nog? Ja. Toen was er iets met hem. Maar goed. Ik heb geen idee. Nee, ik ook niet. Um, Goed verhaal. Kaya, ja, sorry. Kijkersvraag. Kootsier Kaira die vraagt: waarom kwam de safety car te late baan op om Norris als leider op te pakken? Nou, ik denk gewoon een foutje van de via. Dus de via maakt ook foutjes? Ja, je hebt ook strafpunten gekregen. <laughs> Oké, okay, uh, dan hebben we nog een kijkersvraag van Ayla Engels. Wat was knapper eigenlijk? De sprint P4 van Ricciardo of de overwinning van Norris? Um, ja, de overwinning natuurlijk. Ja, dacht ik ook. De Fjouder Alleen... had gewoon een goede kwalificatie en die moest een paar ronden afhouden. Maar Norris, ja natuurlijk hij, hij werd geholpen door de safety car. Maar dan nog reed hij wel bijna zeven seconden weg. Maar toch zat ik wel even te kijken naar, naar iedereen die Norris zo aan het uh, feliciteren was. Dus volgens mij de eerste die hem feliciteerde was Hamilton al. Echt uh, zwaaien, duimpjes omhoog. Ja. Dan kom je de parks mee in en iedereen omhelst je, knuffelt je, uh, feliciteert je. Max zei zelfs na afloop van nou ja, als er dan iemand van me moet winnen, doe dan maar Noors. Ik kreeg er een beetje een soort van Stichting Wens uh, Make-A-Wish Foundation uh, gevoelens van. Waarom? Ja, ik weet niet. Ik zou me best ongemakkelijk voelen als ik dan die overwinning... Iedereen dan, dan... Ja, maar ja, je zit hier al zo lang te azen. Ja, maar je wilt er ook wel een beetje geveerd worden. Gewoon een beetje... Nu zit het allemaal van... Jee. Ja maar, ja, maar iedereen weet ook dat het gewoon een hele goede coureur is. En iedereen weet ook dat hij hier al heel lang op zit te wachten op die overwinning. Hij heeft er een paar kunnen hebben, maar elke keer kwam, uh, gebeurde er wat of uh, weet ik veel wat. En dan kon hij die overwinning niet pakken. Ja, en hij heeft 110 races moeten wachten. Ja, het is 2020, 2020 dagen. Of tweede, naar 2220 dagen heeft ja. hij moeten wachten tot zijn laatste, laatste overwinning. Ja. Dat was in Formule 2. Uh, dus zo lang heeft hij moeten wachten goed, hij heeft wel al meerdere mogelijkheden gehad om, om een overwinning ooit in de Formule 1 te pakken. Weet je, nog Sochi een paar jaar geleden. Ja. Ja, daar, 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 daar had hij makkelijk gewonnen als de regen niet was gekomen. Ja. Dus dat was een beetje zuur. En nu heeft hij het gewoon wel dik verdiend om die overwinning te pakken. Want hij was gewoon bloedsnel. Nee, tuurlijk. Alleen, we, maar dat is toch mooi, man dat, dat, dat al jou, al die rijders die op de grid staan, dat jou gunnen om eindelijk zo'n race te kunnen winnen. Ja, maar als we het over maar daar dacht ik dus wel aan wat jij zei met dat killer instinct. En daar, daar geef ik je dan wel weer gelijk. Dan word je dus niet helemaal gevreesd. Als iedereen. Of is het gewoon een hele. Het is een hele lieve jongen. Ja, oké, okay, maar ik weet hoe jullie coureurs zijn. Jullie zijn niet zo sportief. Ja, toch wel. Want ja. het is eigenlijk gewoon. Het is echt een, een hele leuke. Keer. Je kan er echt mee is lachen. Het ook een wel. Lieve, lieve vent. Maar als je zo overdreven. dat iedereen zo overdreven blij is. Ja, dan denk ik toch ook van. oeh. Misschien ben ik wel iets te vriendelijk. En dan kom je weer terug op dat killer-instinct misschien wel. Je wilt ja. gewoon dat ze gefeest gefeliciteerd. Maar, maar nu, alsof. alsof ik veel het alsof het ze laatste race was en iedereen helemaal dolblij was of zo. Maar... Ja. Wanneer komt ze tweede? Over 2000 dagen of? Uh... Nee, het is eerder. Die pakte er nog eentje dit seizoen. Ja? Denk je? Ja. Oké. Okay. In Imola wel? Dus wie wat niet Imola heel... is de volgende race. Ja. Oh, dan gaat het wel leuk worden als dat zo is. Ja. Oké, okay. dan nog even de, de McLaren überhaupt de update. Um... Hij had natuurlijk ook het hele volledige nieuwe pakket gekregen, Norris. Ja. En Piastri alleen maar een nieuwe voorvleugel. Is dat dan zo dat van... Oh, het werkt. Volgende race Imola doen we allebei die voorvleugel? Tuurlijk, tuurlijk. Ja? Ja, kijk. Vorig jaar hebben ze dat ook gedaan. Hè? Vorig jaar hebben ze ook gezegd in, in Oostenrijk... Uh, Lennon-Norris krijgt volledig het volledige nieuwe pakket... en uh, Piastri blijft het oude pakket. Dat kan je ook gaan vergelijken. Dus dat was toen een slimme call. Want toen zag je in dat Lennon-Norris... paf, voor hem mee kon doen... en Piastri nog steeds nergens was... Dus dat was al een mega update wat, wat in één keer uh, super was voor die auto. En nu hebben ze zeg maar uh, een volledige auto met Norris. Die ze zeggen oké, okay, dit wordt de complete nieuwe update voor alles erop en eraan. En uh, Piastri krijgt zeg maar een hybride update. Dus dan kunnen ze nog steeds vergelijken wat werkt wel, wat werkt niet. Uh, uh, hoe, hoe is die update vergeleken met die oude. Dus het is slim wat ze doen. En je wil natuurlijk ook zo snel mogelijk die updates meenemen naar de volgende Grand Prix. Ja. En, en, en zo snel, zo snel mogelijk op die auto zetten. Want je ziet nu, anders had Lennon-Horst waarschijnlijk niet gewonnen. Nee, maar je weet natuurlijk nooit hoe het werkt. Je weet nooit hoe de windtunnel ten opzichte van ja, het echte, nou echte nou leven ja, ik, is. ik denk dat McLaren wel weet, als ze iets brengen, dat het werkt. Want dat hebben ze vorig jaar ook al laten zien. En maar je en, weet dat toch nooit? Je weet toch nooit nee, maar toch de, door, ieder en, de correlatie en, ja. van het circuit naar de windtunnel is bij McLaren nu wel goed. Dat heb je vorig jaar gezien. Toen ze keer die update kwam, paf. Ze mee Want even voor de le leken, de correlatie tussen de windtunnel en het circuit, als je denkt, hé, waar, waar gaat het in godsnaam over? Je, zij hebben hun eigen windtunnel ja. waar ze alles testen. Uh, nou, daar hebben ze dus waarschijnlijk dat hele pakket van die voorvleugel, maar ook de rest van de aerodynamica getest. Ja, vloer, sidepots, ophanging, echt wel best wel een groot update. -box. En waarom kan dat dan verschillen in, het, in, in, in Miami als je eenmaal op uh, de baan staat? Waarom kan dat verschillen van een windtunnel? Nou ja, kijk, dan wordt vervolgens het echte pakket uh, gebouwd. Nou, dan zet je dan op de auto en dan ga je kijken van hè, de nummers die je in de data kan zien. Dat noemen ze dan downforce punten, noemen ze dat. Ja. Of die punten ook kloppen wat ze in de windtunnel laten zien, wat ze ook op de baan laten zien. Als die correlatie heel erg goed is, ja, dan weet je van elke keer je een nieuwe update brengt, moet het goed gaan. Dus die correlatie dan, is nu heel goed. Die, die hebben ze heel goed voor elkaar. Want uh, ze hadden natuurlijk een tijdje gehad dat, dat die windtunnel totaal niet werkte. En elke keer ze nieuwe dingen meebracht op het circuit, dat het gewoon niet goed was. Zoals Mercedes eigenlijk een beetje. Ja, heeft. zoals Mercedes daarin loopt te struggelen. Maar bij McLaren hebben ze dat gewoon heel goed op orde nu. Want elke keer als ze iets nieuw meebrengen, paf, staan ze er goed bij. Hoe krijg je dat op orde dan, als team zijnde? Hoe, hoe, ja, ja, hoe zorg je dat, dat die correlatie tussen dat, circuit en windtunnel dat, nog goed is? Ja, maar dat is gewoon de samenwerking van wat op circuit gebeurt, wat op de windtunnel gebeurt? Uh, de teams wat er gebeurt. Nee, is, is er een andere uh, uh, airflow? Is er een andere ondergrond? Of, of hoe? hoe ja, dat, dat, he, dat heeft gewoon te maken hoe zo'n uh, windtunnel gebouwd is, hoe die, hoe die auto gebouwd is uh, die in de windtunnel staat. En, en dat heeft allemaal met data te maken. En als die data goed correleert wat op het circuit gebeurt en die samenwerking, wat de mensen op het circuit zitten en op de fabriek. En die mensen die op de fabriek allemaal samenwerken en kunnen checken, controleren hoe dat allemaal gaat. En als het vervolgens klopt, ja, dan weet je dat je goed voor elkaar hebt. En dat, dat is nu de case bij McLaren. Ja. En als dat eenmaal de case is, dan kan je dus ook veel sneller dus die updates verder bouwen. Ja. En dat, valt, dat valt ook normaal bij de budgetcap, neem Zeker. ik aan. Zeker. Absoluut. Dus hoeveel kost het om zo'n zo'n nieuwe ja, pakket te bouwen? Of zo? is één keer meer, meer dan andere keer. Kijk, als jij met een compleet halve nieuwe auto aankomt, ja, dan ben je natuurlijk best wel meer geld kwijt dan in plaats van een nieuwe achtervleugel meenemen. Ja. Dus dat is de keuze van het team. Kijk, Ferrari komt nu niet meer ook met een hele groot nieuw pakket. Maar achtervleugeltje, wat kost dat dan? geen idee. Ja, weet je, uh, kijk naar een stuur, dat is 150.000 euro. Zo'n achtervleugel ja. zal ook al... Uh... Niet zoveel, 150.000 euro. <laughs> Verdienen sommige <monteurs>. Ja, ja. <laughs> Ga dan maar door mee vragen. <laughs> nee, ik, maar ik vind het interessant, zo'n windtunnel. Ik ben er nog nooit geweest, namelijk. Dus, dus het is misschien um... leuk om een keer naartoe te gaan. Ja. Om wat te laten zien. Ja, ja ik, weet, dat, ik weet nog wel dat jij in, in, in Sauber, bij Sauber toen was. Toen heb je me wel wat foto's laten zien. kater had hij een eigen windtunnel? Nee. Twee ventilatoren. Ja, dat dan ging pff. niet. Dan was je auto zo langzaam. Ja. En we hadden geen eigen windtunnel. Nee. Maar hoe deed je dat dan? Nee, die werkte samen volgens mij met een windtunnel ergens anders in Engeland of zo. Ja, dat was helemaal niks. Hè. Henky penkie Goed. Um, we gaan even naar het uh, Gassan uh, diamantje van de week. Ja, jij, jij was uh, eruit geklapt uh, natuurlijk met de verbinding. Renger ja. uh, die had uh, Tsunoda. Dus die uh, heeft wel gronden, denk ik dan. Hoezo? Maar wat had ik dan met Gassan diamantje van de week? Ik heb niks gezegd. ik gezegd. Je hoorde mij niet meer. Nee, je hebt niks gezegd, toch? Ja. Oh. Of wel? Ja, ik zei volgens mij Loors. Nee. <laughs> <laughs> ik had Hamilton. Ik was sowieso niet. Oh, Hamilton. Oh, oh, Die had echt een hele goede race. Ja, okay, met Tsunoda wint. Klaar. p 7 Ja. Ja. Renger Ringer heeft gewonnen. Dus petjes verringen. <laughs> ja, Ik krijg zijn eigen petje weer terug. Kom het maar halen, Renger. Duw ja. <laughs> me op. <laughs> nee, het was wel een uh, uh, naad uh, even kijken. Wie pakte meer punten tijdens de Miami Grand Prix? McLaren of Ferrari? Um, Ferrari. Hadden jullie allebei goed? Ja. Op welke plek kwalificeert Lewis Hamilton na de bakken in China? Had niemand goed, achtste plek. En hoeveel van de 57 ronden van de Grand Prix rijdt Max Verstappen aan de leiding? Had ook niemand goed. Ja, wij zeiden alles. Alles, ja. ja. Maar het was uh, 24 jaar. Had als top 3 verstappen Leclerc Norris. Renger verstappen Perez, Sainz. Allebei. Dus ik niet heb goed. top 3 goed. Je had Leclerc trouwens. Ja? Die man van de week. Oh. Maar ik had de top drie toch gewoon goed omgedraaid? Verstappen, Leclerc, Norris. Ja. Nee. Norris, stappen Leclerc. Ja. Ja, maar ik had dat bijna goed dan. Ik heb soms echt medelijden met met, met, met... met Denise? Ook dat. Oh. <laughs> <laughs> ja. Dat uh, maken we maar zelf. Ja, heel goed. Um, ja, we gaan naar volgende week uh, vooruitblikken. Imola, volgens mij ging uh, wie, er was iemand die in de oude McLaren van Senna ging rijden. Was het nou Mick Schumacher of nee, uh, Vettel? Echt? Ja, die gaat lachen. over Imola op, uh, met de oude McLaren rijden. Dus, uh, lachen. Ja. Zit je in de studio? Ja, alleen zaterdag. Deze naast? week ben ik vrij. Coronel? Ik heb geen idee. Nee, ik heb geen idee wie er zit. Oh. Oké, okay. in ieder geval naast Ember. Ja, dat is altijd leuk, zeker. Ja. Goed, uh, dit was hem weer. Wat vond je van, van mijn outfit eigenlijk een 4-play? Ja. Uh, was van OJ? Ja. OJ? Ja. ja. Was van OJ? Ja. ja. Oh, oh vind Ik vind altijd mooi, OJ. Ja, ja, ja. Kap dan maar. Ja, ik heb wat bruiloften deze zomer. Dus. Ja, dat snap ik, ja. Ik <laughs> wil een gratis pak ja. hebben. Wil hey. je dan zo'n zomerpak of zo'n shirtje van Noors? <laughs> ja, een shirtje van <laughs> Noors. Nee, die zijn voor de luisteraars. Uh, goed. Dat was hem. Blijf kijken, sterretjes geven. Vijf sterren geven en blijf vooral reageren onder die comments. En uh, volgende keer uh, vooruitblikken op Imola. Ja, en het beste plan wint het shirt, jongens. Dus ja. gaan we even doornemen. Hartstikke leuk. Dit was DRS De Race Show.